geblesseerde. Dit is Hofstede, die er dus wel was. Aan de zijkant Abdeloui, de tijd voor de voorzet. Van Arum klopt en maakt 1-0. U ziet Cambuur spelen in ongebruikelijke shirts. Normaal pikken ze de shirts van Sparta. Nu hebben ze de reserve shirts van Heerenveen. In deze uitwedstrijd in Tilburg. 9 minuten voor rust is het weer Van Arum die doorgaat op een paasje van Abdeloui. 2-0. En dus gaat Willem II doen wat het beloofd had te doen. Goed voetballen en veel scoren. Dat dit moment. Hofstede in duel met Van Oostrum. Hofstede wint. Krijgt een geweldige schop van Van Oostrum. En zo hoort het scheidsrechters dan meteen gewoon rood trekken. Dat doet deze debutant De Graaf. Waar anderen dit weekend dat verzuimden. Dit is de schop van Van Oostrum. En zo moet Cambuur ook hem missen. Terwijl het toch al niet kan winnen. Dan een kwartier voor tijd. Het is een goede aanval van Cambuur. En een goede kopstoot van Keizer naar die voorzet van Konterman. 3-1. Het 2-1 was het trouwens. Dit is Stewart die een hele goede voorzet geeft. Silla neemt hem met zijn linkerbeen en maakt hier 3-1. Goed doelpunt. En dan Paul voor tijd. Als het lekker marcheert bij de thuisclub. Boetselal is in de ploeg gekomen. Silla schiet op de paal. En let op. In één keer van hinten.